Ja, vrienden, daar hebben we het toch ineens over ene Fleur. Jonge Pier, we kennen haar niet. Nee, natuurlijk niet. Maar die zat ineens in op één. En die kwam daar over grensoverschrijdend praten. En nou ja, goed. Dat was natuurlijk een beetje een treurig verhaaltje. Maar naast haar, in ieder geval in haar buurt, zat Gordon. Maar goed, daar begint het misverstand al, vrienden. Laten we dat eerst even vaststellen. Dat op één, die nodigt Gordon uit voor een of ander lullig programmaatje over kookklunzen op SBS6. Weer de zoveelste flop die we weer gaan zien. En nou ja, en dan mag onze Gordon daar reclame voor komen maken bij op 1. Nou, dat is al treurig en treurig genoeg. Nou, maar goed, die Gordon, daar weet je van. Die babbelt gewoon en die praat gewoon. En die houdt zich niet in en die gaat zijn gang. Nou, maar goed, Gordon zei eigenlijk niet zo heel veel bijzonders hoor. Want Gordon die zei, ja luister eens even. Wij kunnen wel allemaal onze vingertjes richting Qatar steken en wijzen en doen. Maar goed, laten we ook eens een keertje naar onszelf kijken. Hè? Hoe staat onze spiegel afgesteld? Met onze toeslagenaffaire. En met mensen die in de kou zitten. En met middenstanders die het helemaal niet meer redden. En allemaal wanhopige mensen en ook boeren. En noem het allemaal maar op. Daar zou Qatar misschien ook iets van kunnen zeggen. Maar dat doet Qatar niet, maar wij wel. Wij wijzen altijd naar anderen. En dat is helemaal niks nieuws. Dat hebben al heel veel mensen gezegd. Alleen onze Gordon die kwam met allerlei hele vreemde voorbeelden van de slavernij en dit en dat. En die maakten het nog allemaal nog veel zwaarder. Maar toen gebeurde het, vrienden. Ja, toen ging onze Fleur van de afdeling Deugies, ja, of Wokies, hoe we ze ook noemen, maar het is de afdeling heel erg deugen. En die zei ineens toen, ik vertrek, ik denk, nou, er wordt een nieuw programma gestart. Of zo, ja, dat programma ken ik. Maar nee, ze voegde ook de daad bij het woord en Fleur ging weg. Nou, en zo gaan we het dus krijgen in de toekomst, vrienden, met onze deugers. Ja, want als je het dus niet helemaal eens bent met wat er gezegd wordt, dan wordt het heel simpel in de toekomst en dan moeten we ons maar op gaan voorbereiden, want dat hebben we nu gezien bij de op 1. Dan vertrekken we gewoon. Oh, wat ik hoorde bevalt me niet. De mazzel, ik vertrek, ik ben weg. Oh, zo gaat dat dan met de deugers. Ja, en nou zeg, ik vind dat nogal ver gaan en ik vind dat nogal grof. Ja, je hoeft het niet helemaal eens te zijn met wat die Gordon heeft gezegd. Of met wat ik zeg. Maar om dan gelijk te zeggen, hey, de mazzel, ik wil het allemaal niet meer bij zijn en ik ga er vandoor. Haha, vrienden, er komen nog gezellige tijden aan met onze deugies.